Vooraf aan deze wedstrijd was Jan Reker de meest besproken man. Want hij is nu nog de trainer van VVV. En volgend seizoen werkt hij bij de andere partij, Roda JC. VVV aanval onderbroken. Roda weg, maar Sanchez Torres loopt buitenspel. Wel een vrije trap voor Roda. Overtreding tegen Boerenbach. Achter de bal voor de vrije trap, bal van Schoenendijk. Die kan heel hard schieten, maar wel rechterbrooks. Blijkbaar. Kans voor François en de redding van Nederburg. Eerste uitgesproken kans van de wedstrijd. Veel te laconieke terugspelbal van Alfons Groenendijk in de richting van Jan Nederburg. François kwam ertussen, maar ronde het niet af. Valks. Valks voortdurend met Jan Hansen in de buurt. Loukai van Bergen-Henegouwen. François. Slecht verdedigen aan Roda kant, Eier. François en Reiniersen zou moeten schieten. Probeerde met een lopje. En dat was helemaal niet zo gek gezien de afstand tussen Nederburg en het doel. Remy Reiniersen. Rob Jacobs, de trainer van Roda. Liebrechts. Neer. Thomas geeft een strafschop. Vraag dus, speelde Hansen de bal of niet? Herhaling zal uitkomst geven van dat duel tussen Jan Hansen en Raymond Liebrechts. Maar Thomas beslist strafschop. 19e minuut, Reiniersen contra Nederburg. VVV leidt. En dat is het eerste doelpunt dit seizoen tussen beide ploegen, want de beide competitiewedstrijden eindigen allebei in 0-0. Groenendijk. Boerenbach. Verlengd. Broeders. In het centrum is Sanchez Torres vrij. Sanchez Torres. Roda begint toch aan te dringen en dat na een kleine 5 minuten in de tweede helft. Van Geel. Sanchez Torres. Hoogstandje. Filiberto voorzet. Rooks kan er maar heel moeilijk bij. Broeders. Hansen. Sanchez Torres. Bal over Raveen. Maar de druk blijft. Filiberto. Komt ook tot een voorzet, Filiberto. Raven legt neer. En dan is het raak. Boerenbach. Druk van Roda kant werd zwaarder en zwaarder. En het laatste zetje werd uiteindelijk gegeven door Michel Boerenbach. En de partijen staan na 10 minuten in de tweede helft weer gelijk 1-1. Nu is de vreugde aan de andere kant. Reiniersen. Van Bergen-Henegouwen opent. En de bal blijft binnen, dus de kopbal van Eier en de redding van Nederburg. Jacobs die in de rust iets van een donderspieschouwer zal hebben. Valks met Hansen, een koppeltje vanavond. Reiniersen, van Bergen-Henegouwen, Reiniersen, ja!
Nee, weer Nederburg. Michel Broeders naar de kant. Maakt in zijn plaats Raymond Smeets voor het laatste kwartier zijn opwachting. François met Diliberto. Vrije trap, VVV. Achter de bal Remy Reiniersen. Verhagen komt in. Maar raakte de bal niet. Loukai. Valks. Dat is goed. En die bal die werd getoucheerd. Zodat de bal er al dan niet in gaat. Maar Thomas besluit nu maar af te fluiten. Wat een chaotische situatie zeg. Dat schot van Valks. Dat van richting veranderd werd. Zodat Nederburg er niet bij kon. En daarna ontstond er een echte ouderwetse scrimmage. Met als gevolg dat Thomas moest affluiten. En dat Pierre Blätter geblesseerd achterblijft. In aanraking gekomen met de paal. Vrije trap Eier. Verhagen mee voorin. Valks komt er niet aan. Liebrecht zet in. Loukai. Zo blijft het dus 1-1. En gaan we verlengen. Beide ploegen die weten inmiddels dat de winnaar volgend jaar Europees voetbal speelt. Want ook hier is de uitslag uit Waalwijk doorgedrongen. Franswag. Eier. Rutte. Eier. Rooks. Oppassen nu. Dit kan. François. Vliest van Hansen. Van Geel. Smeets. Door de laconieke opstelling. Start die Rij Smeets. De laconieke opstelling van Verhagen. Op die dieptepaas was Verhagen in zijn houding te laconiek aan de kant van VVV. En Raymond Smeets verovert de bal terug. Scoort en brengt Roda aan de leiding. 10e minuut van de verlenging. Nijssen. Groenendijk. En nog steeds Groenendijk. Naar de bodycheck van Loukai. Alfons Groenendijk, Raymond Smeets. Bij de eerste paal was Manuel Sanchez Torres. Martin van Geel. Ook niet. Reiniersen. Rooks. Helemaal mee voorin. VVV speelt alles of niets. Sanchez Torres kwam van achter de tegenstander vandaan. En kan het nu dus afmaken. En dat is de beslissing. Manuel Sanchez Torres. Roda weet dat het Europa Cup 2 speelt en Manuel Sanchez Torres trekt het shirt al uit. Hoewel Thomas nog niet afgefloten heeft. Van achter Frans Nijssen kwam hij vandaan. En toen was het met Rooks in de voorste lijn natuurlijk heel simpel om het af te ronden. En voor Jan Reker is het dus geen bekerfinale met VVV, maar volgend jaar wel Europa Cup 2 met zijn nieuwe werkgever Roda.